Hallo allemaal, in dit nieuwe hoofdstuk ga ik jullie iets vertellen over trillingen. Trillingen zijn erg belangrijk in de natuurkunde, we komen ze op allerlei plekken tegen. Jullie gaan ze sowieso tegenkomen in allerlei hoofdstukken tot met het eindexamen. En trillingen moeten we dus eventjes gaan bekijken in wat we daarmee bedoelen. Dat kan echt gewoon gaan om iets dat beweegt. Het is verder ook een wiskundig model om iets te beschrijven waarin een periodieke verandering zit. Ja? Ik heb hier wat tekeningen gemaakt van wat situaties waarin we trillingen tegenkomen. Bijvoorbeeld bij een stemvork die aangeslagen wordt, dan gaan die pootjes, die twee pootjes die aanslaat, gaan trillen naar buiten en naar binnen. En die geven dan een heel zuivere toon, want dat is het idee van een stemvork. Uiteraard als ik een of ander massa stuk aan een touwtje hang en ik slinger dat heen en weer, die slinger, dat is ook een trilling. Maar je kan het ook hebben bij een luidspreker. Als je goed kijkt naar een luidspreker, dan bij lage tonen kun je dat nog zien, bij hoge tonen kun je het niet meer zien. Maar bij lage tonen zie je echt die conus, dat kegeloppervlak, zie je echt op en neer gaan. En zo maakt een luidspreker geluid, zo maakt die schokgolf in de lucht. En ja, dat is geluid natuurlijk. Nou, we hebben dus, als we het over trillingen hebben, dan hebben we het over periodieke bewegingen rondom een evenwichtstand. Dus niet elke periodieke beweging is een trilling. Een cirkelbeweging is natuurlijk ook hartstikke, zoals de aarde rond de zon gaat. Dat is ook een periodieke beweging, maar dat is geen trilling. Bij een trilling bedoelen we ook echt dat die eigenlijk rondom een evenwichtstand gaat. En de aarde gaat niet rondom een evenwichtstand, de aarde gaat een bijna cirkelvormige baan om de zon. Maar dat is niet echt een evenwichtstand te noemen. En dat is bij deze wel. De evenwichtstand van die stemvork is natuurlijk als die stilstaat, zijn die pootjes gewoon rechtdoor. En niet naar buiten of naar binnen. De evenwichtstand hier is als die recht naar beneden hangt. En de evenwichtstand bij die luidspreker is natuurlijk als die in rust is. En dus niet naar voren of naar achteren is vervormd, zeg maar. Dus de evenwichtstanden zijn allemaal duidelijk. Nou, we hebben het dan over een aantal grootheden. Daar horen de symbolen bij die ik hier heb opgeschreven. En die grootheden die gaan we dus heel veel gebruiken als we het over trillingen hebben. Ten eerste, uitwijking. Uitwijking is echt hoeveel je positie van je stemvork, je slinger, je luidsprekervel, wat dan ook, afwijkt van de evenwichtstand. Is in principe dus in meters. Kan ook heel vaak in centimeters zijn, moet je wel even duidelijk bij zetten. Dus meters en centimeters, dat zijn de meest gebruikte eenheden. Diepe, meter of centimeter. Die uitwijking die kan positief en negatief zijn. Daar moet je een afspraak over maken, over wat je positief en negatief noemt. Dat is gewoon een keuze. Je kan zeggen van nou naar rechts bij die slinger, dat noem ik positief en naar links negatief, bijvoorbeeld. Of naar binnen noem ik positief en naar buiten negatief bij die stemvork. Of naar voren noem ik positief en naar achter negatief. Dat maakt op zich niet uit, maar het moet wel afgesproken zijn. Een uitwijking kan dus negatief zijn. Dan zit hij aan de andere kant van de evenwichtstand dan waar hij eerst zat. Ja? Dus uitwijkingen kunnen plus en min zijn en natuurlijk nul. Hij kan ook weer in de evenwichtstand staan. De amplitude is de maximale uitwijking die hij kan bereiken. En die maximale uitwijking is dus altijd een positief getal. Ja? We hebben het dan over de maximale afstand die een trilling kan hebben, de uitwijking kan zijn, ten opzichte van de evenwichtstand. Dus die is altijd iets positiefs. Nul is natuurlijk onzin, want dan heb je geen trilling. En dan ga je dus kijken naar wat die het meeste afwijkt van de evenwichtstand. En die is dan dus ook in meters of centimeters. En dit is een vast getal. Ja? Dus als iets aan het trillen is, dan is de uitwijking dus de hele tijd aan het veranderen. Hij is de hele tijd zeg maar, rondom die evenwichtstand aan het bewegen. Maar die amplitude die is waarschijnlijk gewoon de hele tijd hetzelfde. Hè? Tenzij je misschien een gedempte trilling hebt. Dan kan die veranderen. Nou, wat je dan ook hebt, is dus die periode, want we hebben een periodieke beweging. Dus die periode of de trillingstijd, hoofdletter T. Dus van tijd, de gewone tijd, als een tijdstip dat je gaat kijken, is een kleine t. Maar deze is dus ook vast en maat in seconden natuurlijk. En dat is de trillingstijd, dus hoe lang die duurt voor die één hele trilling in gang. Dus die slinger die is één keer naar links gaan, één keer naar rechts en dan is dan weer terug in de evenwichtstand. Dat is een hele trilling. Of die stemvorken gaan even van buiten naar binnen en weer terug naar buiten. Dat is één trillingstijd. Ja? Nou, als je de trillingstijd hebt, dan kun je ook de frequentie uitrekenen. Frequentie is namelijk hoeveel trillingen je per seconde hebt. Dus stel je voor dat jouw trilling 0,2 seconden duurt. Dan kun je 5 trillingen in een seconde kwijt. Ja? Dus hoe je dat uitrekent, is niet zo heel moeilijk. Die gaat namelijk 1 delen door de trillingstijd. Ja? Dus in principe is de eenheid van frequentie dus ook per seconde. Maar daar hebben we een andere naam voor en dat is hertz. Dus de trillingstijd is een seconde.
De frequenties aantal trillingen per seconde geven met in het hertz aan. En uiteraard als de trillingstijd dus langer is dan een seconde, bijvoorbeeld 4 seconden, ja, dan kan ik natuurlijk maar een kwart trilling per seconde kwijt. Dus dan is je frequentie dan ook maar een kwart, 0,25 hertz. Dat kan. Nou, wat we dan nog meer hebben, dat zijn een beetje nieuwe begrippen waarschijnlijk voor je. Dat zijn fase en gereduceerde fase. En fase is eigenlijk hoeveel trillingen al geweest zijn op het moment dat jij kijkt. Dus is de fase bijvoorbeeld anderhalf, dan heeft hij al anderhalve trilling gehad. En dan kijk jij bijvoorbeeld op dat moment. Dus fase is eigenlijk hoeveel trillingen die gehad heeft. Het heeft dus ook geen eenheid. Want je kijkt dus gewoon eigenlijk naar waar je bent in de trilling. En dan tel je erbij hoeveel trillingen je al gehad hebt. Gereduceerde fase is echt dat je alleen maar kijkt waar ik ben in een trilling. Dus zit ik in de evenstand en ga ik naar de pluskant, dat spreken we vanaf, dat is fase 0. En dan is de gereduceerde fase ook 0. Ga ik dan naar mijn maximum toe, aan de positieve kant, dan is mijn fase een kwart. Terug naar de evenstand een half. Dan ga ik naar de uiterste negatieve stand, dat is mijn minimum zeg maar, dat is fase 3 kwart. En dan kom ik weer terug in de evenstand, is mijn fase 1. Als ik dan doorga met die trilling, dan wordt mijn fase 1 en een kwart, anderhalf, 1 3 kwart, 2, 2 en een kwart, 2,5, 2 3 kwart, 3, etc. Dat gaat zo door. Je telt gewoon door. En een trilling, een slingering, wat dan ook, is dus in 4 stukken verdeeld van evenstand naar maximum, naar evenstand, naar minimum, naar evenstand. De gereduceerde fase, die als je dus weer terugkomt in de evenstand, dan heb je dus één hele trilling gehad, fase 1, dan noemen we de gereduceerde fase weer 0. Het verschil met de beginfase is namelijk 0. Dus ben jij na, weet ik veel, 5 en een kwart trilling, ben ik uiteindelijk daar aangekomen, dan is mijn gereduceerde fase dus een kwart. Want ik zit dus op een kwart van één trilling. Waar ik er al 5 hele trillingen op heb zitten, dat laten we dan weg. Dus de gereduceerde fase is de gewone fase min het aantal hele trillingen. Ja? Nou, als we dan eventjes gaan kijken dus naar die stappen die je tegenkomt in de trilling. We beginnen in de evenstand. Dan is de uitwijking 0. En de tijd is dus 0 seconden. Ja? Kiezen we als begintijd in. Dan gaan we naar de uiterste positieve stand. Dan is mijn uitwijking dus gelijk geworden aan de amplitude. Want dan zit hij in zijn maximale afstand. En de tijd, ja, de tijd is dan dus een kwart van de trillingstijd. Dan zitten we in die uiterste positieve stand. We gaan terug naar de evenwichtstand. Dat betekent dat de uitwijking weer 0 is. En de tijd is een halve trillingstijd. We hebben een halve trilling gehad. Van evenwicht naar het maximum, terug naar het evenwicht. Dan gaan we door naar de uiterste negatieve stand. Dus de uitwijking is nu min de amplitude geworden. De tijd is 3 kwart trillingtijd. En dan gaan we terug naar de evenwichtstand. En dan zijn we terug bij het begin. Dan is de uitwijking 0. De tijd is 1 trillingstijd. En dit zou je dus kunnen zeggen, dit is 0 trillingstijd natuurlijk. Hè? Dus dat is in de kwarten verdeeld. Als we dus naar de fase gaan kijken, zitten we hier bij fase 0, fase 1 kwart, fase 1 half, fase 3 kwart, fase 1. Dus het tijdstip gedeeld door het aantal seconden, geeft je de fase. Ja? Nou, hopelijk helpt je dit om dit hoofdstuk wat beter te begrijpen, als je deze grootheden kent en kan toepassen. Ja? Succes!